En TV Krimpende Waard is vanmiddag bij de Swos in Schoonhoven. Daar wordt gekookt en dat gaat over de wereldkeuken. Vandaag gaan ze Syrisch koken. Ik heb al even geroken, ben al even wezen kijken en ik ga nu mijn neus achterna. Ik sta hier met Nadia van de Swos. Nadia, de tafels worden allemaal prachtig gedekt. Kan je vertellen wat er gaat gebeuren? Oh, we hebben een Syrisch diner 's avonds. Vanochtend om 9:00 waren ze weer bezig. Dus, en ze zijn nu nog steeds bezig. Ja. Dus ik zeg, volg je neus, lopen naar de keuken. Ja. En het ruikt hartstikke lekker. Ja. Gaan we doen. Nadia, want mensen konden hier zich aanmelden om te komen eten. Ja. Ja, dit is eigenlijk een serie van meer avonden. Ik vind persoonlijk Schoonhoven of Krimpende Waard eigenlijk goed gezegd. We hebben rijkdom aan nationaliteiten. Ik denk, ja, daar moeten we echt gebruik van maken. En die doen wij in samenwerking met heel Krimpende Waard eigenlijk. Het staat op de folder, kan je het zo even laten zien als u wil. Het is eigenlijk Krimpende Waard bindt. Ja. En eten bindt, want dat vind ik ook. Dus dit is als je iets over die landen wil vertellen, iets over wel weten over dat land, dan moet je met elkaar aan tafel gaan zitten. En over het manier van doen, manier van praten. Ja, van alles eigenlijk leer je van elkaar. Van ik ben zelf Marokkaan en hun komen ook Syrië. Ik leer heel veel van hun. Hun leren ook heel veel van mij. Ja. Dus dan vind ik dit echt de moeite waard. Ja. Ja. En Nadia, vandaag is het de Syrische keuken. Er zijn ook andere avonden. Je hebt de Marokkaanse keuken, zag ik? Wij hebben de Marokkaanse keuken. Ik geef zelf ook Marokkaanse kookcursus. Maar wij gaan nu workshops geven. Maar er komen ook Palestijnse avond, staat in de planning. En Ethiopisch en Eritrea's avond. Okay. Dus, en daarna volgen nog veel meer. Ja. Zullen we even een kijkje gaan nemen in de keuken? Citroen, wilde olijfolie en Griekse yoghurt zit er hierin. Razan, tahboub. Ja. U bent Syrische? Ja, ik ben een Syrisch. Ja. Ja. En wat kenmerkt, hier wordt Syrisch gekookt, wat kenmerkt nu de Syrische keuken? Wat zit er allemaal in? Wat voor ingrediënten gebruik je? Ja, de bloemkool, ja, met rijst, met de fles. Ja, met zout, met citroen. Deze koek kip met ei, ja. Met brood. Ja. Kip met ei en brood. En met olie.
وديزا مسبحة مسبحة نعم مت شو اسم حمص حمص يا كوكي كوكيز او كنا بدي al zien de koekjes we gaan even naar de koekjes want koekjes horen erbij zoetigheid Okay. Met koekjes, met melk, met suiker, met cacao. Ja. Ahmad, de bas. Oké. Okay. Ja. En wat bent u aan het koken? Ik kook kibbeh, die. Wat is dat? Zijn die dat? Borgol. Die, borgol. Ja. En beneden kibbevlees. Maar dat moet gebakken worden. Ja, straks. Ja, ja. Ja. Lekker. 100 noot, ja, noot. Amandelen. Amandelen, ja, amandelen. Amandelen, ja. Amandelen. Ja, is het lekker pittig? Ja, echt lekker, ja. Straks jouw broef weg. Dat hoort bij het hoofdgerecht? Nog een keer? Het hoofdgerecht? Ja, hoofdgerecht. En... Met mijn vrouw deze kip met roos koken. Ja. Deze heet naam in Arabisch, Arabisch kapsa. Ja, kapsa. Kapsa. Naam kapsa, ja. Okay, ja. Ik heb me laten, dat is aubergine? Ik weet het niet, maar dit is mijn vrienden, ik weet het, het is van de dag. Ik wil hem helpen. Hij heeft mij verteld dat het aubergine is. En wat staat er hier te pruttelen? Dit is vlees. Vlees, ja. In deze citroen, sap. En sap, ja. Oh heerlijk, heerlijk. Kip. Nee, dit is kip. Ja, dat is eigenlijk allemaal voor de gasten van vanavond. Het zijn allemaal voor de gasten. Ze worden echt verwend. Ze gaan helemaal verwend worden. Ja. Die krijgen een hele lange avond, denk ik. Een hele lange avond. Het toetje is nog bijzonder. Van, daar is allemaal zoetigheid bij de koffie, mint, thee. Dus dat wordt, daar gaan de dames natuurlijk zo meteen eventjes voorbereiden. Dank u wel voor Nederland. Nahnu jina min Syria wa nashakkar ash-sha'b al-Hollandi ala istiqbalihi wa ta'atufu ma'ana. Dank u wel allemaal mensen in Nederland. Ja. Dank u wel. Hele mooie woorden, die mag ik nog heel eventjes gaan herhalen voor jou. Ik wens het salam aan ash-sha'b al-Hollandi kullayato. Lil 'alam. Ik wens het salam aan al-'alam kullayato. Mag ik hem nog even zeggen? Ja. Van het Syrische volk tot de Nederlandse bevolking, dank u. Vrede voor Nederland. Ja, dank je wel. Dank u wel voor het Nederlands.